Hey werkgever, wist jij dat het inkomen van je arbeidsongeschikte medewerker flink daalt als jouw verplichte loondoorbetalingsperiode na 2 jaar stopt? Nee hè? In deze video leg ik je uit hoe dat zit. Als een van jouw medewerkers langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt is en niet of niet volledig kan werken, vraagt hij of zij bij UWV een WIA-uitkering aan. De WIA, oftewel Wet, Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, biedt jouw langdurig arbeidsongeschikte medewerker een inkomen. Dankzij deze uitkering valt het inkomen van je medewerker na 2 jaar gelukkig niet in één klap weg. Wel betekent een WIA-uitkering altijd een verlies van inkomen. Dat zit zo. Een WIA-uitkering keert maximaal 75% van het laatst verdiende loon van je medewerker uit. Als je hiernaast niet meer kunt werken, valt dus minimaal een kwart van het inkomen weg. Hierdoor kan het inkomen zelfs zakken tot onder bijstandsniveau. Het verschil tussen het laatst verdiende loon en de hoogte van je WIA-uitkering noem je een WIA-hiaat of een WIA-gat. Daarnaast is er een grens aan de hoogte van het laatst verdiende loon. Dit heet de WIA-loongrens en wordt elk jaar opnieuw door de overheid bepaald. Deze grens ligt nu op ongeveer 59.000 euro. Verdiende jouw medewerker jaarlijks meer dan 59.000 euro? Dan vallen alle inkomsten boven deze grens weg. Een flinke klap dus. Door een WIA-verzekering af te sluiten, voorkom je dat jouw medewerker in een WIA-gat valt. Zo vult bijvoorbeeld onze meest uitgebreide WIA-verzekering de WIA-uitkering van jouw medewerkers aan tot maximaal 90% van het laatst verdiende loon. Zo weet je zeker dat jouw medewerkers een redelijk inkomen houden bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Wil je meer weten over de WIA, het WIA-hiaat of WIA-verzekeringen? Kijk dan op asr.nl/WIA.